Hallo allemaal en wat leuk dat jullie kijken naar Nathalie's Kreehoek. Vandaag wil ik laten zien hoe je met een cd'tje, een verfkwast, een zwarte verf en een naald, een satéprikker of een scherp mesje een leuk kerstboomornament kunt maken. En ik ga natuurlijk beginnen door de zwarte verf op de cd toe te voegen. En dat doe ik met zwarte verf. Die leg ik even op de krant. Dan hoef je niet iedere keer de tube open en dicht te doen, want het zit al op de tafel. Maar goed, dat komt zo wel. Je kunt er ook voor kiezen om eerst de cd met gesso te doen. Ik doe dit doelbewust niet, omdat ik anders bang ben dat als je gaat krassen, want dat is wat we straks gaan doen, de verf eraf krassen, dat je dan de cd-kleur niet ziet, want dat is wat het natuurlijk zo mooi maakt. En dit moet ongeveer, nou ik denk, twee dikke lagen erop. Het hangt er echt helemaal vanaf wat voor soort verf je gebruikt. Ik gebruik nu gewoon acrylverf van de Xenos. Die vind ik zelf heel erg fijn. En ik ga dit even laten drogen en dan kom ik bij jullie terug. Nu de cd goed gedroogd is, kan je er met een naald of een ander scherp voorwerp in krassen. Dit zou kunnen met een goede tandenstoker. Ik gebruik daarvoor het velgedeelte van een nagelknippertje. Geen idee of dat goed werkt, maar dat zullen we nu gaan zien. Nou, ik ga er natuurlijk een kerstontwerp van maken. Dus wat je doet is je krast. En dan komt zeg maar de kleur van je cd komt weer tevoorschijn. Ik zal even de streep iets dikker maken. Nou, en dan kun je zeg maar allerlei ontwerpjes wel maken. Net wat jij zelf leuk vindt. Ik ga nou een tekst erop maken. Nou, en als je eventueel een stencil hebt en het van tevoren uittekent, dat kan natuurlijk ook. Gewoon met een wit potlood even hier op tekenen. En dat is mijn dochtertje die even over het beeldscherm heen komt. En
zo kun je hem dus nog verder uitversieren wat je zelf leuk vindt. Met sterretjes en ja, dat soort dingen. Dat ga ik dus even buiten camera doen. En dan laat ik zo meteen jullie even het eindresultaat zien. Maar dit is dus het idee erachter. Daarna kun je nog een leuk lint in je raam maken. Dus zorg wel even dat waar jij het lint maakt, zeg maar, dat dat vrij blijft van versiering. En dan kun je bijvoorbeeld ophangen in de kerstboom. Ik hoop dat jullie dit een leuke DIY vonden. Zometeen als foto het eindresultaat. Alvast bedankt voor het blauwe duimpje omhoog. Tot de volgende keer bij Nathalie's Creahoek.